Ton, goedenavond. Ja, en goede avond, is alweer zaterdagavond bijna, Ja, ja. ik ben terug uit Frankrijk, dus vandaar een Ja, avondopname. heerlijke weken gehad, mooi weer. Ja hoor. Dus kan je er weer tegen, Tom? Ik kan hem eventjes tegen. 2 weken top Is gehad. die ook weer? Veel Is dingen die weer? bezocht, veel cultuur gesnoven Lekker, ja, leuk. en op pad geweest. Ik ben blij dat jij de honneurs in Nederland even hebt waargenomen. Het was toch regenachtig, dus. Ja, daarom kunnen we wel bezig blijven met Britje. We gaan verder met de challenge. Naar aanleiding van de vorige challenge. En daarom is denk ik wel even goed om eerst eens even heel rustig naar Beatflow te kijken. Ja. Om te kijken van wat is er nu aan de hand? En wat moeten we nu doen? Want we gaan nu op de andere stoel zitten. Het Ja, vraagteken helemaal goed. staat bij Noord. Dus West. Dus eigenlijk voor je openen ze een klaveren. Je hebt met deze hand een informatiedoublet gegeven. Tegenstander zegt pas, je maat biedt 2 klaveren met een alert. Nou, de kleur van de tegenpartij, dus die heeft waarschijnlijk wel een mooie kaart. En vraagt je de kaart te omschrijven. Je biedt 2 harten, want ja, dat is inmiddels je vierkaart en je hoge kleur gaat voor. Partner biedt 2 schoppen. Dus die vindt jouw 2 harten blijkbaar niet leuk of hij wil daar iets anders mee. En nu ben je weer aan de beurt. En ik heb hem weggezet, Ton. En ja, en dus er komen echt heel veel verschillende soorten antwoorden op. Dat had ik wel verwacht. 3 sans, heel vaak. 3 klaveren, een aantal keer. Ja. 4 harten. 4 schoppen. Ja, dat zijn de meeste biedingen die langskomen. Maar ja, ik denk dat het wel goed is inderdaad om je echt even heel goed te beseffen van wat is het verhaal. En ook heel veel mensen hebben trouwens, Ton, hebben de vraag gesteld van ja, heel leuk deze bieding, maar wat betekent nu die 2 klaveren? Nou, ik Ja, denk dat hebben we vorige week verteld. ja, maar die laat ik nog even aan jou, want je hebt er ook weer een toelichting van gemaakt. Dus zou jij eens wat willen vertellen over deze mooie hand? Ja, dus nou, dan komt die eerste vraag al. Wat belooft de Ja. 2 klaveren? Nou, dat hebben we vorige week uitgelegd. Want toen moest Zuid op die hand een bieding in. Dat hij ofwel een vierkant harten en schop heeft met 8-12 punten. Ofwel een mindforcing Ja. hand. Nu hij die harten niet steunt, want hij had altijd nog eventueel met een 9 punten kunnen passen of 3 harten kunnen bieden, moet hij dus een mindforcing hand hebben. Ja. Dus de schoppenfit is in feite onmogelijk, want hij zou een 5-kaart kunnen hebben. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij een mooie sanshand in zijn hand heeft. Ja, zeker. Ik denk dat ook al, maar stel je voor dat je het inderdaad wat minder uitgebreid speelt, zoals jij het inderdaad toelicht, van dat het ofwel een invite is met harten en schoppen, ofwel een mindforcing hand. Ik denk dat veel mensen misschien gewoon alleen maar als sterk spelen. Maar dan heb je eigenlijk dezelfde bieding. 2 klaveren. Ja, ik heb een hele mooie kaart, partner, wat heb je? Ja, en dan biedt hij 2 schoppen. Dus ja, munchkansen in harten of in schoppen. En ja, de opties die je aangeeft, dat zijn wel de opties die inderdaad overeenkomen. 2 sans, 3 klaveren, 3 schoppen en 3 sans. Ja. Maar ja, Ton, verlos ons. Nou, kijk, het probleem is een klein beetje doordat die West klaver geopend heeft. En als je een beetje naar de bieding luistert, weet je bijna 100% zeker dat West van een vierkaart klaveren moet hebben. Ja. Ja, als jij naar sans gebieden, wordt het door je partner sterk gespeeld. Ja. Dus dan krijg je de klaveruitkomst en dan zit jij met je 6-3 op de achterhand. Dat kan je al een slag kosten. Dus als je eventueel sand moet spelen, dan moet hij sowieso in de zuidhand zitten. Ja, in de hand van je. Misschien heeft je partner helemaal geen dekking. Precies. Ja. Maar dus daarom kan je nu, want je weet nog niets van die klaveren van je partner. Want voor Nee. hetzelfde heeft hij een mooie schoppenkaart. Maar sandsbied is dus niet zo goed, vind ik. En we hebben daar een mooi bot over en dat is 3 klaveren. Eigenlijk is het zo. Dat is Eigenlijk is logisch. het gewoon zo van, joh, we hebben de punten voor de markt, maar dat wisten we al. Maar je weet gewoon zelf het eindcontract niet. Je hebt gewoon meer informatie van je partner nodig. Dus op 3 schoppen bied je 4 schoppen, toch? Ja. En op 3 sans pas je. Ja, precies. Ja, dit is eigenlijk zoals het loopt. Bekijk het gewoon stap voor stap. En Ja. kijk wat de meest nuttige bieding is. En hier is het gewoon zo dat je weet, we hebben de manche, ja, maar we weten niet welk manche. Het was een spel bij ons op de clubavond. Nou, Ja. je ziet dat er van alles geboden is. Er zit een hele rare bij, dat is 3 schoppen bij
één schoppen gedoubleerd, win 4 bij West. Dat vind ik, hoe ze daar gekomen zijn, weet ik niet. Ja. Maar voor de rest zie je maar dat maar één paar in drie stand zit. Ja. En de rest zitten ze allemaal in de schoppen en dan bieden ze de match weer niet uit. Nee. En dat is het dilemma met die hand. Ja, maar Maar dat is dan weer het mooie om aan te geven, ook voor mensen dat die, als het gaat één klaar voor dublet pas, dat je niet twee schoppen gaat bieden. Omdat je dan denkt, het is 8 punten. Nee, het is een inviterend bod. Dus daarom moet je inderdaad met deze zuidkaars eerst twee klaver bieden om even de boel eerst even forcing te maken. Ja, exact. Nou, mooi. Ja, een mooi spelletje waar mensen iets aan kunnen hebben. Ja, leuk als het spelletje ook terugkomt voor mensen bij jou op de club die het hebben gespeeld. Ja. Dan is het leuk om door te sturen. Dan, ja, ik zet hem ook op de clubwebsite, ja, deze leuk. Ja. Analyse. Komt helemaal in orde, Tom. Kunnen ze terugkijken. Nou, wij zijn er nu weer 1 weekje uit. Het is vakantietijd. Daarna komen we weer terug. Zo is dat. En nou ja, Ton, hartstikke bedankt. Ja, en jij nog een hele fijne week. Kom wel goed. Pas ik ga even uitrusten. En ik spreek jou over, waarschijnlijk over 2 weken weer. Ik weet het, ja. Groetjes, Ton. Groetjes, Tom. Hoi, hoi.